Een hele goede morgen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Sarah Gebets en hij is weer aan. Het is 6:15. Lekker bakje koffie zetten en dan gaan we weer lekker aan het werk. Tot straks. En we zijn inmiddels in Arnhem tussen de hondenkussentjes. En is niet het enigste. Wel hier nog meer hondenkussentjes. Maar ze hebben heel veel. Dit is een van de grotere winkels. 600 vierkante meter winkel. Huisdier voordeelshop. En dit is de ene laatste dag voor mij hier. Maandag moet ik hier nog heen om de spulletjes in orde te maken nog. En daarna is het klaar. Maar wat hebben we wel? Lekker bakje koffie. Dus ik zeg, we gaan even lekker bakje koffie drinken. Gaan de laatste dingetjes doen. En dan gaan we weer even aan het werk. Wij zijn in Bataviastad. Hè, Kiki? En wat gingen we doen? Oh ja. Ja, want Kiki me heeft heel goed hier op de wc heeft opgehouden. En toen is ze hier heel goed naar de wc geweest. Dus we waren eigenlijk ook op zoek naar een cadeautje voor Kiki. Inmiddels hebben we al wel wat anders gehaald. En we moesten natuurlijk even naar onze Fideroy en Bog winkel. En nu zit Kiki even gezellig in de kinderwagen. Nou. En we hebben al aardig wat gehaald. We hebben iets bij de Nicky gehaald. Bij de Fideroy en Bog zijn we natuurlijk al geweest. Jamie die heeft net even wat in de kerstwinkel gekocht. En nu gaan we nog even bij de Tommy kijken of we daar nog wat hebben. Dus word vervolgens. Oké, we zijn op de terugweg. We hebben een rondje gelopen, we hebben eigenlijk niks gekocht. Nee, ja, sokken. Voor de kinderen. Oh ja. Tuurlijk, altijd alles weer voor de kinderen. Veel te veel. Veel te veel. En nu gaan we naar huis. Althans, we gaan naar Zolle weer. En dan gaan we... Dan mag ik een cadeautje. Wat zei je? Dan mag je een? Cadeautje. Ja, hè? Maar we moeten toch nog even naar de speelgoedwinkel. Ja. En dus... Want er was natuurlijk daar niks te vinden voor haar. Want ze zag geen speelgoedwinkel of zo. Dus, ja, en kleren is geen cadeautje. Nee, want zij ziet dus kleren. Nee, heel eerlijk, ik snap dat ook wel. Ja. Dus ik zei, moet je die trui hebben dan als cadeautje? En toen zei ze, nee, mama, ik wil een cadeautje. Toen dacht ik, ja, eigenlijk snap ik dat ook wel. Dat jij dat niet ziet als cadeautje. Daarom heeft Steffers een hekel aan om kleren te krijgen voor de kerst. Omdat hij dat vroeger altijd kreeg. Cadeautje. Ja, nee, omdat hij dat vroeger altijd kreeg. Hij zei, je hebt de best pok aan, dat wil ik niet. Nee. Ik dus wel, hoor. Maar ja, goed. Maar goed. Zij uiteindelijk ook. Zeg dat uiteindelijk ook. Ja. Als ik een doodje. Loedermoeders, zijn wij. Nou, wat hebben. Onderhoud. Nou, onderzolder. Nog 45 minuten. Inmiddels zijn we terug. Hey, Kiki! En zijn we even de hondjes uitlaten, hè, Kiki Mia? Ja. Ja, leuk, hè? Alleen er liggen. Nee, ik wil nog een cadeautje thuis. Ja, je hebt een cadeautje, hè? We zijn even snel in de speelgoedwinkel geweest. Ja. En toen heb ik hier een cadeautje uitgezocht. Dus dat kan je zo meteen even doen nog, hè? Want dat is iets om te knutselen, heb je uitgezocht, hè? Nee, ik moet dat niet doen. Met diamantjes of zo. Een soort diamond painting of zo heb ze uitgekozen. Wel leuk. Ja. Dus dat ga je zo meteen even doen, hè? Thuis. Ja. Oké. Nou, maar eerst even de hondjes uitlaten, want die zijn natuurlijk de hele dag niet uit. Ja, vanmorgen. Uit geweest, dus die zijn helemaal blij, maar die moeten heel nodig plassen. Dan gaan we dan even doen. En dan gaat mama eten koken. En dan komt Jamie samen met kindje ook even. Ja, Angelina komt ook even gezellig eten. Ja. Oké, nou, dus dat gaan we nog even doen. Nu even snel mijn handen weer in mijn zakken, want het is koud en mijn handschoenen lagen nog in de auto, dus die heb ik niet meegenomen. En we zijn inmiddels terug thuis. Mijn tasje hier nog staan en ik heb nog even wat gekregen. Een nieuwe hondenmand. Voer, die was gevallen. Dus toen zei ze van, Stef, neem jij maar mee. Dus dat gaan we even mee naar binnen nemen. Jamie heet ook bij ons. Dus gezelligheid. Kiki Mia. Kiki Mia, kom eens. Waar is de deur dicht doen? Kom eens. Oh, oh, oh.
schatje. Mama, papa is er. Kus. Kom eens. Jij moet even wat aan Diamond en Chico geven. Diamond Chico. Kan je niet een Diamond en Chico geven? Ja. Moet je even wachten. Wat is dat, Kiki? Een mand. Een mand, hè? Ja, voor je dekordijn. Hey. Ja, Jamie is er weer en ze is aan het koken. Altijd weer. Wat heb je nog meer meegenomen? Dit is voer. Oh. Nee, die laten we nog even op de aardig staan. Want ik weet nog niet, moeten we aan mama vragen of dat mag? Ach, dat? Dat is mama, toch niet? Ik ben niet mama, schat. Papa heeft geen twee vrouwen. Dat kan papa niet verdienen, zo'n geld. Maar papa heeft ook nog wat voor jou, Kiki. Wat dan? Nou, kom mee. Even kijken waar papa dat gelaten heeft. Ja. Dat is lekker, hè? Kijk, Jamie, kijk! Wat is dat? Kan ik even zien? Van Jamie! Oh, dat is lekker. Ik ben ook daar. Mag ik ook eentje? Ja. Ja. Lekker ding. Ik ga even naar de wc. Ja, mag. Waarom heb je dit gekregen? Omdat ik op de wc gepoept heb. Een klein poepje of grote? Grote. Een grote? Net zo groot als die van papa? Grote. Ja. Oh. Nee, ik ben samen met Kiki eventjes... steentjes aan plakken. Hè? Ja. En Diamond is direct verliefd op de mond. Heb je een mooi plekje, Diamond? Diamond. Is jouw mond al gegeten? Ja. Ik heb mijn mond al gegeten. Ik ben er eventjes langs geweest. Nee, maar Bob, dat tof, omdat ik het werk zo leuk en mooi had gedaan. En heb ik een mand erbij gekregen, dus dat is wel tof toch? Oké, wij gaan de bench van Chico even in elkaar doen. Leg de mand maar neer. En dan moet je even dat speeltje eruit halen. Oké. Okay. Hey Chico, we gaan van plaatsen. Nee. Doen we het deurtje dicht. Ja. En dan gaat papa even kijken hoe dat werkt. Ik heb geen idee. Nee, jij mag ons niet houden. Papa moet ons wel helpen. Ga eens vasthouden. Nee. Nee. Hey. Ik zie je. Ik zie jou ook. Ik ga vloggen. Ben je aan het... Kiki, ben jij nou aan het vloggen? Ja. Man. Tot zo! Zo! Ik ben in de huis. Ja, dankjewel. Dus we zitten in elkaar. Wat gaan we ermee doen dan? Verplaatsen. Of gaan we verkopen? Nee. Nee, gaan we niet verkopen? Nee. Zou ik wel doen? Dan heb je een zakcentje. Ga naar de winkel. Ga naar de winkel? Ja. Doei. Je kan je uitklappen. In een kleed. Ja. Nou, zullen we hem even in de kast gaan leggen en dan de mand op die plek? Ja. Diamond, kom er eens uit. Kom maar. Diamond, ga er eens uit. Ja. Geef deze maar even aan papa, schat. Ja. Zullen we hem tillen? Dan ga jij de mand op de goede plek zetten? Ja. Een kleed. Uit. Ja. Chico, kom maar naar papa. Ik ben zo blij. Kijk naar mama. Kijk naar. Oh. Oh.
Ga je mat even op de goede plek zetten dan. Ik ga met de muis spelen. Chico! Nou, succes Kiki, ga jij er maar lekker mee spelen. Ik was inmiddels in slaap gevallen op de bank. Heel chill. Alleen, ik ga nog even naar Raam de Neerzolle. Tijd niet geweest, omdat ik eigenlijk te druk ben. Flesje weer gevuld, dus die gaan we lekker meenemen. Ik heb de bus al even gauw aangezet, kan in ieder geval even wat opwarmen, want ik heb zo'n hekel aan een koud voertuig. Dus dan gaan we daar eventjes heen. Want er zat iets met een lampje of zo, weet ik het. Dus gaan we daar even kijken. En dan zien we jullie zo. Ja, en hoe ik altijd tank, dat is lekker warm. Kacheltje aan. Kijk, en de rest gaat van zelf. Het is veel te koud om buiten te staan. Dus dan doen we het gewoon zo. Perfect. Want ik moest hoog nodig tanken, want het lampje die brandde al een week. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik rij ook geen meter meer in deze bus. Misschien dat ik de bus nog wel ga verkopen, maar dat gaan we nog wel even zien. Dus even tankje vol. Dan kunnen we er weer vol tegenaan. Niet normaal wat er in zijn tank gaat, hè. Kijken, ik zit vast. 97 liter. Gaat toch helemaal nergens zo, hè? Er zit een 100 liter tank in, dus ik moest echt wel nodig, denk ik. Dus we gaan door naar RBZ. En dan zien we jullie daar. Altijd gezellig in de bus. Dus we zijn inmiddels thuis. Ik heb eigenlijk niks opgenomen en gefilmd, want we waren allemaal klanten, het was druk en weinig gedaan daar. Dus we zijn lekker thuis, ik ga lekker naar binnen. Lekker in de warmte, want ik heb het ijskoud. Maar oh, wat is de auto vies. Ik weet niet of jullie het heel goed zien, maar... Jawel. Hij is echt vies. Maar met het weer valt er weinig aan te doen, dus misschien dat ik hem van de week een keer was. Kom je thuis, zit Jut en Jill op de bank. We zitten je vlog te bekijken. Oh, die gummibeertjes. Gummibeertjes? Die beertjes die we in de koelkast die hadden gelegd. Groeien. Die zouden groeien, toch? Oh, mijn gummibeertjes. Oh ja, dat is weer een experiment van Lik met Yoga. Dus hebben we weer lol? Nee, van TikTok. Ik had een filmpje op TikTok gezien. Dat als je gummibeertjes... Ja, Rens. Als je gummibeertjes dus in een bak met water deed, met heel veel zout op je in, en je legt het in de koelkast, dus zouden ze heel groot worden. Op het filmpje waren ze zo groot, maar uiteindelijk waren ze zo groot geworden in plaats van zo. Dus ze werden wel iets groter, maar niet zo groot als ze zeiden. Dus daar hebben ze nu schrik over. Maar ik ga even mijn jasje uit doen. Oké, ik spring in bed omdat ik het koud had vanuit de douche naar bed toe. En ik had mijn verwarmingsdeken aanstaan. En ik spring in bed, liggen daar cadeautjes. Dus ik denk, nou, laat ze maar liggen. Ik denk, zal Rens kunnen wel onder hebben gedaan. Verstoppen voor Kiki of zo. Maar... dit ligt eronder. Dus Rens die schoot hemel in de lach. Ik zeg, hoezo lach je? Ja, zegt ze. Dit is mijn moeder. Ik zeg, mijn moeder? Ja, dus Rens gaat het verhaal even vertellen. Nou, er moest een cadeautje van mijn broer voor Kiki hier komen. Dus... dat was mijn moeder geleverd, dus dat heeft mijn moeder meegenomen. Want die was hier vandaag. Die zei tegen mij, ik heb dat cadeau verstopt onder jullie bed. En ik vond het gek. Ik denk, waarom heb je dat niet in de schuur gezet of zo? En, maar nu snap ik het, was het ook voor ons gedaan. Hij heeft ze in bed gelegd. Dus ik zat echt zo van, waar komt dit verhaal vandaan? Maar toen, dus dit... We gaan even gezellig cadeautjes hebben.
toch met de strokken. Ik laat het zo wel even zien. Hé, Mattie. Ik laat het zo wel even zien. Er zitten ook gedichtjes bij. Nou, die gaan we even lezen en dan kom we zo even weer. Nummer 2. Nummer 2. Het is er maar druk mee. Nou kan mijn bril beter op kunnen houden. Skelen. Op de Schelling, ja ja, daar heeft Sint ook zijn pieten. Die van strand en duinen genieten. Voordat ik met hen weer terug naar Spanje ga. Denkend aan jullie kochten zij een klein present. Waarmee Sint jullie graag verwendt. Voor nu zegt Sint, zoals hij vroeger altijd zei. Het gaat jullie... Gebobbeld, ik hou van jullie allebei. Dit klinkt net of ik een alcoholist ben. Nee. Mijn moeder en haar tasjes herbruikt. Oh nee, dat is wel een tasjeblieft. Nee, we hadden toch zo'n tasje voor in haar. Waar we de kaarsje in hadden gevallen. In de kerstboom. Die kunnen we in de kerst horen. Het is gelukkig. Ze kent ons wel dat ze ook gewoon een gouden neemt. Ja. Schat. Cadeau met Stef erop, nummertje 3. Dus dat betekent dat Stef dit moet lezen. Dat ik dit moet gaan lezen. Ik wil lezen. Oh, dit is het doen. Kwet ik haar niet. Oh, Stef. Wat hoorde Sint recent dat jij niet zo'n bierliefhebber bent. Ik hoop toch dat deze speciale je zullen smaken. En anders, pintje, moet de bakpiet maar weer eens een monsjoet maken. En dat is de bakpiet. Kut, honger, hij is nog zwaar ook. Tegenwoordig doen we ook met alles van één hand. Ik heb de camera nog vast. Je mag nog meer uitpakken. Brandaan. Brandaan. Oh, dat is van de Schelles. Brandaan. Nee, Brandaan toch? Brandaan? Ja, wel Ter Schellinger bierbrouwerij. Ja, ik las een spiegelbeeld dus. Schoenbakker. Donkerblond. Donkerblond is dat het. Dezelfde, denk ik. Ja. Nou, dan gaan ze... Morgen. Nou, dan gaan ze van het weekend wel eens even proeven. Kijken of het wat is. Ik denk het wel, speciaaltjes zijn dat wel lekker. Nou, zeg dank u wel, Sinterklaas. En Piet, wie kent ze niet? Sinterklaas, natuurlijk zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent ze niet? Stef, doe eens normaal. Dus, wij gaan nu wel lekker naar bed. En zie jullie morgen. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Love you, schat. So.